Jordi Rivera, de vader van de in juli 2020 overleden glee-actrice Naya Rivera, heeft zich op Twitter in niet mis te verstaan woorden uitgelaten over een van de producenten van de show. Rivera richtte zijn pijlen op Rian Mauerpie, die volgens hem niet zijn afspraak is nagekomen om een studiepotje te creëren voor Naya's vijfjarige zoon OCI. Tekst gaat verder onder advertentie. Volgens George zou Rian samen met twee andere producenten, Brad Falchuk en Ian Brennan, hebben toegezegd een fonds op te richten zodat OCI later kan gaan studeren. Maar daar heeft Rian zich niet aan gehouden, zo claimt George. Iedereen weet wat Rian Mauerpie heeft gedaan, of beter gezegd, wat hij niet heeft gedaan. Ik ga deze zaak aan het licht brengen, om hem ervan te doordringen dat hij weet wat ik weet. Fans van Naya spoorden haar vader aan om meer details te verschaffen, iets waaraan George gehoor gaf. Als je onderdeel bent van de Hollywood-elite, dan worden sommige mensen behandeld alsof ze minder zijn dan die zogenaamde elite. Publiekelijk worden er allerlei mooie beloftes gemaakt, maar die worden uiteindelijk niet ingelost. Naarmate de tijd verstrijkt zijn het slechts loze woorden, wat pijnlijk is bij een tragedie zoals deze. We hebben geen telefoontje gehad, niks. Het is niet duidelijk waarom Rivera specifiek uithaalt naar Mauerpie en niet de twee andere producenten. Naya Rivera verdronk op 13 juli 2020, toen ze met haar zoontje aan het varen was op een meer in Californië. Toen ze een stukje wilde gaan zwemmen verdronk ze, nadat ze OCI nog op de boot terug wist te krijgen. Het jongetje werd later door mensen die voorbij voeren gespot en gered. Buzzelets blokkade.